van het Quizcafé. Natuurlijk zijn we weer te gast in Café 100 bij Chris en Els. En natuurlijk is onze pianiste weer John. Wat is het motto van vandaag? Nummer 3, weer 2 pijlen te verdienen in deze eerste ronde. We gaan gewoon de teams voorstellen. En let goed op, hè. Onder elkaar ook, want daar gaan de vragen over. Eerst maar eens bij onze reddingsbrigade. Reinier en Sylvia uit Renkum. Ja. Jullie zijn geen gezellige vereniging, zei jij. Waarom niet? Ja, dat zei je zelf. Helemaal niet. Waarom heb je ons uitgenodigd? Wij zijn absoluut niet gezellig. Het gaat weer om puur om levens redden. Ja, helemaal. Helemaal. Vooral niet gezellig doen. Ook niet in de kroeg komen, dat klopt helemaal. Dat klopt, dat zie ik ook. Sylvia, ja. Renkum, reddingsvereniging, water, waar? De Rijn. De Rijn. Niet over de actieve, maar we kunnen genoeg oefenen. Ja? Ook als je op vakantie bent, dan kun je ook mensen redden. Heb je wel eens iemand moeten redden, zelf? Ja, ik heb zelf dan ook nog bij een strandbrigade als strandwacht gewerkt. En daar heb ik wel mensen bij moeten redden. Maar dat ging meestal met de boot, dus dan blijf je ook meer droog. Jij wil iemand redden, maar wel droog blijven. Als het even kan. Sylvia, jij had Baywatch gezien en dacht, dat moet ik ook in zo'n badpak een beetje... Nou, bijna. Wat meer dan. Bijna. Ja. Bijna. Ja. Nou, we gaan eens naar jullie filmpje kijken, want natuurlijk... Iedere vereniging of iedere club heeft hier zo'n introductiefilmpje. Nordic Walkers, let op, want de eerste vraag komt uit dat filmpje. De reddingsbrigade, het Renkum. Met langs de kant staan red je het natuurlijk niet in het Quizcafé. Maar zo zitten ze ook niet in elkaar bij de reddingsbrigade in Renkum. Blijf rustig en kom redden. Nee, altijd klaar voor actie. Daar houden ze van en daar zijn ze goed in. Wat is er gebeurd ervan? Al 30 jaar zijn ze de reddingsboei voor menig gestrande badgast. Kijk, daar wordt weer iemand gered van een wisse dood. Oefenen gebeurt in het zwembad van Renkum. Maar het echte werk doen ze in de zomermaanden langs de Nederlandse stranden. Met hun waakzame ogen en snelle handelen moet iedereen zich wel veilig voelen aan de kust. Kan je er zelf uitkomen dan? Nee, dat lukt niet. Nee, oké. Oké, 1, 2. De reddingsbrigade uit Renkum. Gespecialiseerd in het redden van mensen. Maar redden ze het vanavond zelf of gaan ze hier kopje onder? De reddingsbrigade uit Renkum. Het filmpje is ook gezien door de Nordic Walkers uit het Harde. Anneke en Sandra, goed opgelet? Ja, heel goed. Dat denken we, ja. Oké, okay, ja. Hoeveel mensen werden er gered in het filmpje? Twee. We gaan even kijken of dat goed is. Ja. 1, 2. Oeh. Ah. 2, ja. Yeah. Ze leken wel veel op elkaar, hè, zo nat. Ja. Ze hadden mij voor de gek kunnen houden. Drogen ze wel mooi op. Ik hoorde daar, dat gaan wij winnen. Allemaal van die oude mensen, dat Nordic Walk. Ja. 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 Oude hooligans dan, oké. Okay. Gelijk van die drijfbrief gaan schrijven van de week. Ja. Maar hoe is dat? De gemiddelde leeftijd, ligt die wat hoger dan bij de reddingsbrigade? Nee, heel jong hoor. Nou ja, iedereen heeft een definitie van jong en oud. Ze zijn allemaal jong, maar in leeftijd genomen zullen ze wel iets ouder zijn. Ja. Ja. De instelling is jong. Wat heeft jullie tot Nordic Walker gebracht? Inburgeren op de Veluwe. Inburgeren op de Veluwe? Ja. Was dat moeilijk? Nee, dat was heel prettig. Gewoon, je wordt heel snel opgenomen in de groep en dat is heel prettig. En dan maak je wegwijs wat er allemaal te zien is. Want waar komen jullie vandaan? Nu uit Hattem. Maar er staat op jullie bordje Amersfoort. Ja, maar wij lopen over de hele Veluwe. Aha. Van Hattem, het Harde en Harderwijk. Aha, dus dan hebben we dat even uitgevolgd. Ja. Ik in Nordic Walker, dan zeg ik heel krom, lopen met stokken. Ja, dat klopt. En heel veel oefening voor alle spieren, hè?
Ja, ik doe nee, het veel joh. Meer dan zonder stok. Het is toch gewoon een beetje... Maar voor jou zou het toch wat zijn, denk ik. Zie ik eruit als een Nordic Walker. Nee, maar dan hoeveel krijg je dat, hè? Ja. Ik kan niet wachten tot we dat filmpje van jullie gaan zien. Kijk, dat gaan we een beetje doen. Reddingsbrigade, let op, want ook voor jullie een pijl te verdienen. Ja, ze lachen er wat af hoor, die Nordic Walkers. Bij de keiski is het keigezellig. Dat kun je iedere dag doen. Razend gezellig. Dat is gezond. Zo op het oog de gezonde geest in het gezonde lichaam. Maar stokt het straks als de camera's op ze gericht zijn? Of loopt het vanavond als een trein? Nee, dames en heren, senioren, het ziet er allemaal een beetje onhandig uit. Ja, dat is anders nooit. Anders is het een hele gestructureerde groep. Sturen ze de reddingsbrigade vandaag het bos in? Of bijten ze zich stuk op onze pittige vragen? Wij lopen met zweet en drinken jullie van tevoren? Ja. Ja. Even naar de reddingsbrigade. Is hier wat aan te redden eigenlijk? Ja. Hoeveel stokken? Nee, oké. Okay. Jullie hebben goed water. Gekeken naar het filmpje. De hond die in het filmpje te zien was, was die aangelijnd of niet? Ja. Mag voorzeggen hoor, ook fout. Niet? Nee. Ja, hij was aangelijnd. Nee. Ja, we gaan even kijken. Mag alleen maar aangelijnd daar. Nee. Ook voor jullie de eerste spel. Ook die hond die had een stok, hè? Ja, ja, mooi. Zo hond, zo baasje. We gaan eens naar Monica kijken, want zij houdt voor onze punten bij. Monica de puntjes. Monica, oh Monica, help voor ons de puntjes gaan. Zo, Monica. Ja. Laat maar eens horen. Nou, de Nordic Walkers hebben goed antwoord gegeven. En de reddingsbrigade ook. De pijlen staan er al in voor beide teams een pijl verdient. Kijk aan. En u ziet het nieuwste shirt van Monica. Meneer Jos Hoogland uit Arnhem verzon deze. Dus die krijgt dit shirt. Want Monica zit nog steeds op de Pabo. Hoe was het deze week? Een beetje bijgeleerd? Ja, wel een aantal dingen. Maar toch. Ja, wat heb je geleerd? We rekenen natuurlijk altijd wel iets. Mm-hmm. Maar ook aardrijkskunde, geschiedenis hebben we wat geleerd. Komende week ook tentamen daarover. Druk, dan, druk, druk, ja, hè? Maar... druk, zeer zeker. Ja. 12 keer 12. Dit speelt zo mooi, geloof dat niet. Tijd voor onze eerste ronde. Monica, blijft schrijven. Van Monica zijn we weer terechtgekomen bij Martin, onze stamgast. Ik wil u nog wel even zeggen, als u nou zelf een mooie slogan heeft voor op het shirt van Monica, laat het ons weten. Quizcafé@omroepgelderland.nl en draagt Monica uw slogan op haar shirt, dan krijgt u dat shirt. Martin Pracht, onze stamgast met zijn prachtverhalen. Een beetje mot gaat met je schoonmoeder, hoor. Ja, ik heb... altijd mot met mijn schoonmoeder. Maar je weet toch ook wat een ander woord is voor een schoonmoeder? Het is een trauma. Ja. Maar ik heb een hele goede schoonmoeder, echt waar. Ik heb laatst nog een stuk grond voor gekocht, ze wil er alleen niet in. Ja. Nou ja, we laten Martin's schoonfamilie even rusten dan maar. Je bent hier voor je verhalen. Ja. Waar of niet verhalen. Ja. En Nordic Walkers en ook reddingsbrigade, let op. Martin vertelt een verhaal. En het is eigenlijk heel simpel. Jullie vertellen... of dat waar is, dat verhaal. Of jullie zeggen, nee. Komt weer uit die dikke duim van hem. Ja, dat zou best kunnen. Maar ik wil jullie eerst een vraag stellen. Want gaan jullie graag naar de tandarts? Nee. Ja, de meeste mensen gaan niet graag naar de tandarts. Nee. Ik zal jullie een reden geven waarom je het nog vervelender zou kunnen gaan vinden om naar de tandarts te gaan. Want er is een tandarts aangeklaagd omdat hij zijn vrouwelijke patiënten sperma liet slikken. Ja, werkelijk waar. Dat is ongelooflijk. Zijn assistente heeft dat ontdekt. Die merkte op een gegeven moment dat ze elke keer weggestuurd werd als die tandarts vrouwen ging behandelen. En dan moest ze allerlei dingen uit het magazijn halen die ze normaal niet gebruikte. Dus toen kwam ze terug en toen zag ze bij het afval allemaal injectiespuitjes liggen. Die ze bij de behandeling ook niet gebruiken. Die heeft ze gepakt, heeft ze naar de politie gebracht en dat hebben ze laten onderzoeken. En wat bleek? Er zat sperma in.
En nou is zijn praktijk gesloten en nou mag hij geen tandarts meer zijn en zo. En er is dus een proces tegen hem aangespannen. Tja, de tandarts die een andere injectiespuit gebruikt. Waar of niet waar? Marten, verzint ze waar hij bij zit, want hij staat zelfs niet op mijn kaartje. Dus schrijf het maar op het bordje. Oh, ja. Ja, is waar. Waar, hè? Ja, afmaken. En is het waar of niet waar volgens onze deelnemers? De reddingsbrigade zegt waar. En ook de Nordic Walkers zeggen ja. Ja. Of je nou bij een reddingsbrigade zit of bij de Nordic Walkers. Dirty Minds hebben ze allemaal, maar het is waar. Het is waar. Ja, ik moet er wel even bij zeggen. Ik moet er wel even bij zeggen dat het in Amerika was. We hebben het hier in Nederland niet meegemaakt. Althans, het is niet zo geregistreerd. Dus het is te hopen dat dat hier in Nederland ook niet zal gebeuren. En we gaan ervan uit dat het waar is, hoewel de uitspraak van de rechter nog moet komen. Er wordt vervolgd en we horen het van Martin of het dan helemaal af is gemaakt daar. Verhalen, stellingen, waar of niet waar. Martin, je volgende verhaal is verpakt in een stelling. In een stelling, ja precies. En die stelling die luidt als volgt. In Zweden, moet je goed opletten hoor, in Zweden hebben ze de grondwet moeten veranderen om te voorkomen dat Donald Duck in het parlement zou komen. Je zit me naar te lachen aan te kijken. Schrijf erop, is het waar of niet waar? Dus de grondwet moet veranderen om te voorkomen dat Donald Duck in het Zweedse parlement, hè? Niet waar? Zweedse parlement, ja. Ja. Niet waar. Dat is zo gek. Nee, ik zit er eens aan Geert Wilders te denken met dat haar zo. Is dat een jaar? Zou dat hier ook kunnen doen natuurlijk. Ja, we gaan de bordjes omdraaien. Noordic Walkers. Waar? Niet waar. Niet waar. Martin. Ja, ik moet toch helaas voor jullie moet ik zeggen dat het waar is. Jullie hebben gelijk, het is waar. Leg uit. Ja. Daar komt namelijk in Zweden, daar heb je... Daar heb je stembiljetten en dan kunnen mensen, de laatste wat ze kunnen stemmen is altijd een stippenlijntje. En dan kunnen mensen hun eigen naam invullen. Popgroepen en zo, die doen dat wel eens. Maar nu hebben heel veel mensen besloten als een soort proteststem om daar Donald Duck in te vullen. En Donald Duck was zelfs de 9e grootste partij van Zweden. Nou, moet je voorstellen dat zo'n niet bestaande partij in het parlement zou moeten komen. Dus toen hebben ze besloten om dat niet meer te accepteren. En daarvoor moest de grondwet aangepast worden. Dus het is waar. Het is waar. En Anneke, jij stond even te knikken. Wie zei het? Twee stellingen, een hoop moppen. We gaan eens kijken wat dat heeft opgebracht op ons scorebord bij Monica. Monica! Monica, oh Monica, tel voor ons de puntjes na. Ik heb twee goede antwoorden voor de Nordic Walkers. En twee goede antwoorden hebben de... Sorry, één goed antwoord heeft de reddingsbrigade gegeven... Dus de pijl gaat naar de Nordic Walkers en niet naar de reddingsbrigade. Een meter muziek is de tweede volle ronde in het quizcafé. Dat betekent klassieke muziek, meezingen in het Nederlands en musical. En dit is er een die we allemaal sowieso gaan meetijnen, hè, toch? Ja. Die piepen hier mee op deze muziek. Het komt natuurlijk uit een opera. Dus het Slavenkoor. Ja. Nabucco, dat ga ik allemaal niet vragen. Van Verdi ga ik ook allemaal niet vragen. Ik ga wel vragen welke Duitse schlagerzanger
er een enorme hit mee had. Ja. En toen heette het plaatje Überall auf der Welt. Oh ja, was dat A, Freddy Breck? Ja. Was dat B, Freddy Brock? Of was het C, Freddy Bruck? Wat was A? A was Freddy Breck. Was B, Freddy Brock. Huh? En 3, Freddy Bruck. Als je wat ouder bent, als je Nordic Walker bent, dan weet je dat. Hè? Ja. A, B of C. En er is geschreven, laat me zien, A met bloemetjes. En A zonder bloemetjes. Hey. Heel saai. Freddy Breck, hè? Ja. Tijd nu om te gaan opbieden en mee te zingen. Maar dan voor een punt. We gaan meezingen met deze plaat. Hij wordt heel mooi gespeeld op dit moment. Het is van André Hazes. Zij gelooft in mij. Hoeveel zinnen kunnen jullie daarvoor meezingen? Het bieding begint bij 2 zinnen. Wie geeft mij 2 zinnen? Het refrein? Je mag van mij beginnen waar je wil beginnen. Hoeveel? Zij gelooft in mij. 2 zinnen. 2 zinnen. Freddy's Brigade zegt 2. Gaan jullie voor 3. Ik weet niet. Keiski, Nordic Walkers. 3, zeggen ze. Gaan de reddingsbrigade mensen meer bieden? 4. Ja. Gaan jullie voor 5 of zeggen jullie doe het maar en zoek het maar uit? Ze passen. 4 zinnen. Hé, wij moeten nog 4. Kom maar. Kom maar. Hoor ik achterbij? En dat is 1. De punt is voor de Norris Walkers. Maar ik denk dat de kroeg hem hier zo meezingt, John. Laat maar eens gaan. Ja, het is nog een moeilijke nummer om mee te zingen. In de auto gaat het veel beter altijd. We zijn nog niet klaar met deze metermuziek, want het is tijd voor de musical. Welke musical gaan we vandaag bekijken? Kijk even daar naar de reddingsbrigade. Dat staat daar en denk van, ja, wat gebeurt hier? Dit is een van de grootste musicals aller tijden, hè? Ja. The Sound of Music. Voor onze tijd. Vertel eens. Dat is werkelijk waanzinnig. En zeker die film. Ik ken een vriendin van mij, die heeft die film 55 keer gezien. Moet je niet aan denken. Maar ja, goed. En wat praten jullie nog meer over? Nee, de verkering is uit. Oh, dat is afgelopen. Ja. Die noemde jou ook een Johnny von Trapp, weet je. Het ging natuurlijk over de familie von Trapp, hè? De kapitein. Letten jullie even op, daar komt de vraag. Nee, die kapitein had 7 kinderen. Ja. Welke van de volgende meiden, die ik opnoem, was geen dochter van kapitein von Trapp? Was dat Gretel, A, Liesel, B of Dirndl, C? Dirndl! A, B of C? Gretel, Liesel of Dirndl? Ja. Draai de bordjes maar om, toch? Monika heeft er ook genoeg van. Draai om.
C en een trapje. Hey. En bokshandschoentjes. Nou, het wordt steeds C. En dat is allebei goed. Want een dirndl is een beetje een, ja, een Monica en Schwarzwald, hè? Ja, dat met zo, ja, van die dingen. Ja, toch? John, weet jij iets van het gerucht of het verhaal dat die von Trapps in Nederland ondergedoken hebben gezeten in de Tweede Wereldoorlog? Ja, er zijn boeken verschenen. Ja. Ja, zeggen ze daar, maar klopt dat? Ja, maar in die boeken is dat vermeld dat ze in 38 hebben ondergedoken gezeten in Nederland. Maar in 38 zat er niemand ondergedoken in Nederland. Maar wat meer waarschijnlijk is, ze hadden een tournee, die familie von Trapp, die met al die leuke Alpenliedjes reizen ze naar Nederland. En toen dachten ze, kom er aan ondergedoken zitten. Nee, toen logeerden ze bij familie in Roermond. En die familie, ook wel curieus, die heette de familie Menter. Dus het is allemaal heel. Kortom. Ze zijn wel in Nederland geweest. Ze zijn er geweest in Nederland, ja. Oké. En Monica, ken jij de musical? Deeltjes op tv, maar ik heb hem nooit echt helemaal gezien. Nee. Wat heeft het opgeleverd, die metamuziek? Het was spannend. Nordic Walkers hebben 3 goede antwoorden gegeven op de vragen. En de reddingsbrigade 2. Dus 3 en 2, dan gaat de pijl naar de Nordic Walkers. Hey! Vannacht zo slecht geslapen, man. Ik ben zo sloerig in de hoed. Moest ik ook nog boodschappen doen. En het was mijn weerbuten. Ik op de fietsen en ik uizen me zo wat in het zweet. Kom ik bij de bakker binnen en denk ik, wat mag ik hem? Ik weet helemaal niet meer. Oh ja, op Enschot me te binnen. Ik zei, doe me maar een stoeten. Doe me maar een witten en een griezen. Zo. Ja, daar had mijn schoonmoeder van de week ook zo last van. Ja? Zo, Dini, wat zei je nou? Was je sloerig in het hoofd? Ja, sloerig in de hoed. Wat betekent dat? Nou, niet helemaal fit. Aha. Hey. Oh, niet helemaal fit. We dachten iets heel vreemds. Maar. Jullie hebben Dini horen praten, hè? Bij de teams. Ja. We gaan eerst eens een beetje uitvogelen waar ze nou vandaan komt. Ik heb 3 mogelijkheden. Komt Dini A uit Lochem? B uit Groenlo? Of C uit Aalten? Ik zou zeggen Lochem. A, Lochem. B, Lochem. Groenlo. C, Aalten. Wat? Dat klinkt wel. Laat maar eens even zien wat jullie voor elkaar hebben geschreven. De Nordic Walkers laten zien Aalten. En C, dat is ook Aalten. Dini, waar kom je vandaan? Uit Lochem. Uit Lochem. Ja. Ja. Is dat erg dat ze Aalten verwisselen met Lochem? Dat is niet zo bij elkaar. Nee, maar het heeft toch een hele andere klank, hoor. Ja? Aalten, ja hoor. Zullen we eens nog eens wat dialect op ze afspuiten en kijken of ze daaruit komen? Want jullie hebben natuurlijk van allerlei uitdrukkingen daar, ook in Lochem. Heb je er een bij de hand? Mijn moeder zei vroeger altijd, wie ons heb de honderd gat, nou Bennat met de winkelkoren staan. Bij ons heb de honderd gat, nou Bennat in de winkelboren staan. Bijna, hè? Is dat A, bij ons worden alle eieren aan de kruidenier verkocht? B, als de kruidenier langskomt, dan zitten alle kippen op stok? Of C, de kippen vliegen alle kanten op als de kruidenier langskomt? Nou? Maak er wat leuk van. A, B of C? Bij ons heeft de 100 gehad naar Bennet met de winkelbos staan. Nou. Jullie moesten inburgeren. A. Ja. B. Wie heeft het goed? A. Ja, dat zijn die stadsen, die verstaan het goed. Waar gaat dit over, wat je zei? Nou, Bennet, bij ons heb de honden, bij ons heb de kippen, het gat, het achterwerk. Mm-hmm. Dus dan komt het ei uit, ik weet niet of je dat weet, maar. Nou, Bennet met de winkelkoren staan. Bennet, dat is de kruidenier uit Lochem, was de kruidenier uit Lochem.
Die kwam met een kar met kruidenierswaren rond bij de boeren om de eieren te halen. Dus die kip die ging al klaarstaan. Ja. Snap je het? Wij snappen het prima, Didi. Geloven jullie het ook? Dat, ja, je kunt de kip africhten. Ja. Ik heb er nog één hoor, want dit wordt leuk, Didi. Kom maar eens. Ze hebben er nog één. Ja, het rijmt bij ons al de wieven. Oh. Ja, het regent oude wijven, het rijmt al de wieven. Is dat A, als het heel hard regent, zeggen ze dat. B, als die vrouwen maar constant door elkaar blijven praten. Een beetje Nordic walk. Of als er heel veel grappen worden gemaakt. Dan blijft het maar oude wijven regenen. A, B of C. A met een parapluutje. A met hup. En A zonder helemaal niks erbij. Ja. Dini. A. Het is A. Ja. Waar komt dat vandaan? Regent al de wieven. Ja, dat is een uitdrukking die niet eigenlijk overal in de Achterhoek wordt gezegd, hoor. Het komt waarschijnlijk toch uit het Hollands. Nou, waarom oude wijven dan? Nou ja, ik... denk dat je dan toch heel hard een ring hebt als het al de wieven ringt. Oh zo, ja, ja, oké. Okay. Je hebt ook witte wieven, hè? Ja, witte wieven, die heb je bij ons in Lochem. Ja. In Zwiep. In Zwiep? Nou, ja. Jullie zijn wel ingebeurd, hè? Ja. Godverdorie. Jullie komen gewoon uitleggen hoe Lochem in elkaar zit. Ja. En weet je dat ook? En zo? Maar die witte wieven, die zijn er ook in Harry Potter. Daar worden ze anders genoemd. Maar... hoe zien ze er dan uit? Ze treden namelijk op dan in Harry Potter. Is dat dan een zevenkoppig zwerkbalteam? Want dat wordt gespeeld in Harry Potter. Kunnen jullie de kaartjes zien? Nee. Als zeskoppige balletgroep of als achtkoppige band? A, B of C. Iedereen mag voorzeggen bij deze quiz. A, B of C. Een zevenkoppig zwerkbalteam. Een zeskoppige balletgroep of een achtkoppige band. Tada! En laat de borden maar zien. Het is C. En het is A. Hey. Het goede antwoord is C. C. Ze treden dan namelijk op als band en dan heten ze de Weird Sisters in Harry Potter. De dialectronde Dini, dankjewel. Je hebt iedereen versteld moeten staan. En wij gaan eens kijken wat Monica allemaal op het bord heeft gekrabbeld. Zo. De derde ronde. Ja. Nou, het was duidelijk, hè? Ja, ik ben weer aan het tellen geweest. En... ja, ik denk dat de reddingsbrigade zo meteen toch een stapje meer moet geven, wat ze normaal ook moeten doen. Dus Nordic Walkers, 3 goede antwoorden gegeven. En de reddingsbrigade eentje, dus de pijl gaat toch weer... Stop hem er maar in! Ja, en wij gaan luisteren naar onze barman, want iedere week is het ook ruim baan voor Chris van Café 100. Een wandboot, hij ligt aan de IJssel. We hebben een schuitje, het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de IJssel, kom dan in ons bootje. Gerust allemaal. Wat een keertje. We hebben een bootboot. Hij ligt aan de IJssel. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de IJssel.
Chris voor vandaag. Vandaag zong hij De Woonboot. En u weet het, de cd Alle 13 Chris komt eraan. U kunt voorinschrijven. quizcafé@omroepgelderland.nl. Nog één pijl te winnen voor allebei de teams. En dat doen we in de kroegspelronde. En wat gaan we deze week doen? Kaartje blazen. Iedereen kent het wel. Een volledig spel kaarten, het quizcafé spelkaarten, ligt op een glas. Beide teams krijgen één ademstoot om zoveel mogelijk kaarten van het glas af te blazen. Maar niet allemaal. Dus probeer in de grootste vorm, zeg maar, één kaart op het glas te houden. Dan win je. Dus wie het minste kaarten overhoudt op het glas met één ademstoot, wint die pijl. Ik zou zeggen, 1, 2, 3, ga je gang, blaas. Voor de eerste keer dat een team de maximale score heeft, de Nordic Walkers. Vijf pijlen. En de reddingsbrigade toch nog mooi twee pijlen. Daarmee gaan we naar de finale ronde. We zijn allebei nog even snel naar de wc geweest, want spannend is het. Anneke heeft vijf pijlen, Sylvia maar twee. Maar dat hoeft niks te betekenen, want je zou maar goed kunnen darten. Pak je zomaar meer punten. Voor de winst in deze ronde, wie het meeste punten haalt op dit dartboard. En ieder punt is ook nog eens een euro waard voor jullie vereniging. En natuurlijk kijken we ook naar het algemene klassement. Nog steeds de touwtrekkers bovenaan met 33 punten. Maar dat zou vandaag wel eens kunnen veranderen. Anneke, jouw vijf pijlen. Daar gaan ze. Dat is jammer, een hele pijl weg. Ja! En twee. Ja! En zes. Ja! En vijf punten. En dat betekent dat Anneke bij elkaar heeft gescoord. 15, 20. Monica. 28. 28 punten, ja! Met vijf pijlen. Daar ga je, Sylvia. De eerste. Oh! En je kunt ook nog met één pijl winnen. Dat kan, ja. In de vloer. Oh! Vier punten en 4 euro voor de reddingsbrigade in Renken. Dat betekent dat deze aflevering van Quizcafé is gewonnen door de Nordic Walkers uit het Harde. Met 28 punten komen ze op de ranglijst op de derde plaats. Monica, je mag de prijs gaan geven. 25 mensen van die Nordic Walkers die gaan ook nog eens een gezellige dag weg. Met z'n allen. Nou ja, wat wil je nog meer dan? Ik wil ook nog iedereen hier in het café dit stok kaarten geven. U heeft gezien wegblazen. Het quizcafé spelkaarten. Voor iedereen hier aanwezig. En Martin die zit bij die bel. Die wil maar één ding iedere week. Dat is dat doen. De laatste ronde is van ons. Tot volgende week op Quizcafé. Mijn vader heeft een maand nadat ze was overleden, heeft hij alle tekeningen van haar verbrand. Hij heeft alles weggedaan en heeft zoiets, mocht ook haar